Soms verzinnen techfabrikanten iets waarvan je denkt: Wat? Hé, hey, dat werkt toch helemaal niet? Hoe heb je dat nou kunnen verzinnen, man? En soms denk je: Wauw. Hoi, ik ben Marijn van Bright en in deze video bespreek ik drie unieke laptops. Of in ieder geval laptops die iets unieks hebben: De Huawei Matebook X Pro. De ZenBook Pro 14 van Asus en de HP Spectre Folio. Bij de video die ik eerder maakte over de toekomst van smartphones, die kan je nog even terugkijken als je wil. Had ik het er al over dat techfabrikanten weer lekker aan het experimenteren zijn geslagen in 2018. En wat voor smartphonefabrikanten geldt, geldt ook voor de makers van laptops eigenlijk. Er zijn allemaal nieuwe features in ontwikkeling. En sommige zullen we de komende jaren nog heel vaak terug gaan zien, omdat ze goed werken. En andere dingen, ja, die zien we waarschijnlijk één keer en daarna nooit meer. Laten we deze drie jongens even gaan bespreken. We beginnen met de hoe bij MateBook X. Pro. En wat je gelijk opvalt, waarschijnlijk, is die enorm dunne schermrand. Mooi hè? En dat scherm is sowieso prachtig. Het is 2000 bij 3000 pixels, dus het is echt super scherp. Kleurrijk ook. De behuizing is heel erg mooi gemaakt, moet je kijken. Het is, uh, ja, het is gewoon Apple-kwaliteit door, uh, door Huawei gemaakt eigenlijk. Hij is razendsnel, er zit een i7-processor in. Het is wel zo dat als die hard moet werken, dat je hem wel flink geluid hoort maken. Maar goed, je loopt wel echt met een prachtig ding over straat. Hij heeft een 14-inch scherm, maar hij zit in de vorm van een 13-inch laptopje. Dus, ja, het neemt ook gewoon lekker mee. Het is een fijn ding. Maar, wat is er dan zo uniek aan? Ja, dat is dus die dunne schermrand. Maar wat mis je dan als je zo'n dunne schermrand hebt? Ja, de camera. Dus het unieke is dat ze die camera ergens anders hebben verstopt op deze laptop. En DEL die dacht, nou weet je wat, we stoppen hem hier onderin. Was niet echt een goed idee. Hoe hebben wij dachten, dacht? We stoppen hem hier. In het toetsenbord. Ook niet zo'n goed idee. Want zo lijkt het misschien goed te werken, die webcam. Maar zodra je bijvoorbeeld met een conference call gaat meetypen, gebeurt er dit. En als je echt aan een bureau zit en niet in een studio staat zoals ik, dan is het shot dit. Ja, niet heel slim. Ik denk dat ze bij Huawei hebben bedacht, weet je wat, we willen gewoon zo'n mooi mogelijke laptop maken. En oh ja, die webcam moet ook nog ergens. Laten we hem daar stoppen, dan zit er in ieder geval een webcam in. En dat het dan niet zo praktisch is, ja, dat nemen ze dan op de koop toe. Ik denk niet dat het een foutje is geweest van Huawei. Ze hebben gewoon bedacht, we willen het zo mooi mogelijk maken... Nou, ja, en dat is ze gelukt. Voor 1900 euro. Ietsje minder kan deze van jou zijn. Oké, okay, dan gaan we door naar de Asus ZenBook Pro 14. 14 inch scherm, ziet er uit als een doorsnee laptop. Is toch vrij prijzig hoor, 1500 euro, daar begint die. En dan krijg je een Full HD scherm zonder touch. Wil je een 4K scherm hebben of wil je een flinke processor erin, dan ben je snel meer geld kwijt. Maar wat maakt deze dan uniek? Ja, dat is het trackpad. Dat is ook een scherm. En omdat het een scherm is, kan je het extra functies geven. Je kan er bijvoorbeeld een uh, numeriek toetsenbord van maken, of je kan het instellen als calculator. Ja, dat zijn wel wat basisfuncties. Maar je zou het bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om Spotify mee aan te sturen. Dit is niet mijn Spotify-account, dit trouwens. Um, maar het nadeel is weer dat als je zo dat die Spotify uh, controller aanzet, dat je hem dus niet kan gebruiken als trackpad meer. Je moet hem dan echt weer uitzetten en dan kan je hem weer als trackpad gebruiken. En dan is de vraag natuurlijk: is het wel zo handig? Want kan je niet beter gewoon dan even als je de muziek op pauze zet terwijl je een website aan het lezen bent, even over het Spotify icoontje heen hoeveren en daar gewoon op pauze drukken of op play drukken? Wat hij ook zou moeten kunnen is YouTube-video's afspelen in dit display, zodat je op dat andere display andere dingen kan doen. Bijvoorbeeld mee kan tikken met wat je ziet bijvoorbeeld in de tutorial. Maar dat hebben we niet aan de praat gekregen. Al met al, het heeft nog wat werk nodig, wil dat echt gaan functioneren, dat display op het scherm. Die trackpad die heeft wel iets weg van bijvoorbeeld de touchpad op een MacBook Pro, maar ook daarvan weten we eigenlijk nog niet zo goed wat daar nou van de toegevoegde waarde is. Even afwachten nog. En dan de laatste van de drie, de HP Spectre Folio. En die heet Folio omdat je hem kan opvouwen. En waarom kan je hem opvouwen? Omdat de buitenkant is gemaakt van leer. Hebben we dat ooit gezien? Een laptop gemaakt, de behuizing van een laptop van leer. Ik vind het prachtig. Er zijn mensen op de redactie die vinden het niet mooi. Ik vind het persoonlijk echt heel erg mooi. En niet alleen die buitenkant, niet alleen dat leer, maar ook gewoon de rest van die laptop is gewoon echt heel mooi ontworpen. Het lettertype op het toetsenbord vind ik zelfs mooi. Het scherm is 13,3 inch, en afhankelijk van de versie die je kiest, voor HD of 4K. Hij is vanaf januari pas in Nederland verkrijgbaar vanaf 1600 euro. Dat is echt heel veel geld, maar daar krijg je wel een heel mooie laptop voor terug, moet ik zeggen. Um, en wat ook wel cool is, er zit geen ventilatie in. Hij wordt passief gekoeld. En dat betekent dat hij nooit geluid zal maken. Dat betekent ook dat als je hem echt flink aan het werk zet, dat hij dat waarschijnlijk niet helemaal trekt. Maar het tofste moet ik eigenlijk nog laten zien. Want dit is niet alleen maar een laptop, dit is eigenlijk ook een 2-in-1. Je kan hem ook gebruiken als tablet. En dat doe je zo. Klik. Dan kan je hem zo neerzetten. Of je kan hem nog platter neerleggen. En in tegenstelling tot andere 2-in-1 laptops is het zo dat je hem dus niet hoeft op te tillen om hem te veranderen in een laptop. Je hoeft hem niet om te klappen zoals bij de yoga boek bijvoorbeeld. Je hoeft ook geen display om te draaien en dan neer te klappen. Hij kan op je schoot blijven liggen terwijl je dat doet. De vraag bij zo'n laptop is natuurlijk, hoe houdt de behuizing zich in de loop der jaren? He, je wil zo'n ding toch vijf jaar gebruiken, maximaal zo'n beetje. Kijk, van metaal weet je, dat komt in orde. Er komen een paar krassen op, maar dat blijft goed. Bij plastic heb je dat eigenlijk ook wel. Maar bij leer, ja, het is een natuurproduct, het gaat werken. Meestal wordt leer mo mooier na verloop van tijd. Maar je zal het misschien wel af en toe moeten onderhouden en even moeten vetten. We zijn bijna bij het einde van de video, het was geen review dus, maar ik wilde jullie gewoon wat uh, unieke features laten zien op de laptops die uh, nu en strakjes in de winkel liggen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze laptops, heb je liever een randloos scherm of liever een goede webcam en een trackpad met een scherm erin, is dat een goed idee? En leer, laat het weten in de comments, vergeet niet te liken en te subscriben, tot de volgende!